Wat ik ook dus wel eventjes kan doen, is even gaan kijken hoe het bij mijn pompoen staat. Deze heb ik natuurlijk wel een tijdje staan. No, 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 no. Allemaal, superleuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuw vlog hier op mijn kanaal, Mitty. Oh, dames en heren, ik word helemaal gek. Ik vond op de planning om vandaag te gaan editen. Ik zou namelijk vandaag een vlog gaan editen, maar iedere keer als ik wil gaan editen, dan hoor ik dat ze hier aan het boren zijn. Want ja, daarom heb ik ook weer een trui aan. Het is super koud. Als ik mijn kachel op dit moment wil aanzetten, dan zie ik ze weer al wat staan. Kijk, dan zie ik daar weer zo'n gereedschap dingetje staan. Zien jullie dat? Dat geeft dus aan dat ze dus mee bezig zijn. Dat ik dus niet mijn kachel aan kan zetten. Daarom is hier ook echt weer freaking koud. Het is hier echt gewoon koud. Dus ik zit hier gewoon met een dikke trui aan en ik heb nog bij de kachel aan te zetten. Maar ja, ik wil zelfs al gaan douchen, maar denk even na. Als de kachel niet doet, dan kun je ook niet douchen. Want de douche, hè, dat werkt op de kachel en dan krijg je dus geen warm water. Maar goed, ja, eigenlijk zou je natuurlijk vandaag verwachten dat vandaag een vlog online komt waarvan ik het gisteren over had. Dat, hè, dus morgen gaan we wel, er komt wel iets leuks in de vlog, kan ik je zeggen. Wat je vandaag hebt gezien, het komt waarschijnlijk weer terug, maar dan op een andere vorm. Wordt in ieder geval heel idioot. Het wordt gewoon een lekker gekke vlog, dat weet ik zeker. Job is er bij, we doen het een keer weer met z'n drietjes. Ja, we gaan niet zeggen wat het is. Dus nee. Dan kijk je de volgende vlog naar. Morgen om 5 uur. Oftewel, er zal een speciale vlog online komen over het schielen. Nou, niet vandaag. Die is namelijk gisteren opgenomen. Zaterdag dus, gisteren. En ja, ik moet wel even de tijd hebben om een beetje goed en rustig te editen. Want zoals jullie weten, ik edit nog steeds. Jawel, al mijn vlogs zelf. Even afkloppen. Even. Ik edit nog steeds al mijn vlogs zelf. Ik doe nog niet veel YouTubers meer tegenwoordig. Tegenwoordig hebben ze allemaal gewoon een editor. Want hè, dat kunnen ze allemaal tegenwoordig niet zelf. Het filmen kunnen ze allemaal prima zelf. Maar het editen, weet je, laten we dat maar niet zo zeggen. Maar goed, weet je, ik moet natuurlijk wel veel kans hebben om het een beetje te kunnen editen. Dus dat is eigenlijk een beetje wat er speelt. Ja, en dan zul je denken van, Mitsy, je hebt toch al vaker gewoon vlogs gewoon op dezelfde dag opgenomen en wel dezelfde dag online gezet. Zoals de laatste Sinterklaas-tocht. Dat klopt, alleen de Sinterklaas-intocht was 5 minuten en die had ik al een ruime tijd voorbereid. En de vlog die ik nu opgenomen is, daar heb ik echt wel eventjes de tijd nodig om goed te editen. Want dat is echt wat mensen heel vaak onderschatten als YouTuber zijnde. Dat vlog zeg maar, dat alleen maar filmen is. Maar dat is niet zo, het is niet alleen maar filmen. Weet je, het grote werk is filmen, natuurlijk. Want als dit hetgene waar ik nu mee film, moet je ervoor zorgen dat inderdaad de vlog online komt. Als ik nu geen camera had gehad, als ik geen computer had gehad, hartstikke leuk dat ik dan een YouTuber ben. Dan kun je niks beginnen, want je kunt geen vlog online zetten. Dus de camera is het belangrijkste en de computer is het belangrijkste van elke vlogger. Of elke YouTuber, maakt niet uit wat je ook doet, ongeacht wat voor views je maakt. De computer en inderdaad, ja, de camera is gewoon het belangrijkste. Als je dat niet hebt, dan kun je gewoon niks beginnen. Ja, weet je, ik vind wel dat ik er even goed de tijd voor moet nemen. Dus hij komt niet vandaag online, dus vandaag zondag. Maar hij komt woensdag online. Dus aanstaande woensdag. En dat kan ik jullie wel beloven, want ik heb 2 vrije dagen ervoor. Ik heb 2 dagen ervoor om dan te editen. En dan kan hij woensdag online komen. En dan zul je afvragen van, Mitty, maar waarom neem je dan geen editen? Dat is toch veel makkelijker? Dat is inderdaad makkelijker. Maar een editor nemen betekent niet dat het gelijk goedkoper is. Want dat kost ook gewoon geld. En ik ben ook geen spaarbank die continu geld uit kan geven overal aan. Dus nee, het is inderdaad makkelijker, weet je, een editor zou makkelijker zijn. Maar ten eerste nog steeds, ik vind het nog steeds fijner om mijn eigen views te editen, omdat ik dan weet wat ik erin doe. Het kost gewoon veel geld, dat is ook gewoon een dingetje. Dus nee, ik zou niet snel denken aan een editor. Ik heb het inderdaad wel eens gedaan, maar ik zou niet heel snel denken aan een editor. Maar goed, daar gaat deze vlog ook niet over. Ik had jullie vandaag een video beloofd, een vlog beloofd, alleen ja, dat gaat hem gewoon niet worden. En het is echt koud hier. Bah, ik hoop echt dat ze die kachel gauw gemaakt hebben, want ik vind het niet tof. Ik zit hier echt gewoon te bibbelen van de kou. Wat ik ook dus wel eventjes kan doen, is even gaan kijken hoe het bij mijn pompoen staat. Deze heb ik natuurlijk wel een tijdje staan nu. Oei, oei, oei. Ja, die begint ook al goed te schimmelen. Jeetje. Ga ik die weggooien of ga ik die bewaren nog? Ik denk dat het ook die wel zijn langste tijd heeft gehad. Ik ga er nog even over nadenken. Maar ik denk dat die ook al zijn langste tijd al heeft gehad. Kun je trouwens nagaan dat het nou gewoon dezelfde temperatuur buiten is als hier binnen. Het is gewoon min 20 of zo. We hebben het over volgende week dat er sneeuw komt. Aan de ene kant super veel zin in, maar aan de andere kant, we hebben volgens mij nog nooit in Sinterklaas tijd sneeuw gehad. Maar aan de andere kant, dat zou ook alweer lekker zijn voor de vlog natuurlijk. Dan hebben we natuurlijk wat leuks voor de vlogs. Maar goed, ja, wat we zo even moeten doen is even boodschappen halen. Oh wauw. Ik wilde serieus mijn handen warm maken, warm water, maar ik was er even vergeten. Nee, tuurlijk niet. Als je warm water eruit ligt, dan kun je ook niet je handen wassen met warm water. Dat is toch vrij logisch, lijkt. Ik kreeg trouwens ook heel veel de vraag van jullie van wanneer ik mijn kerstboom weer op ga zetten. Nou jongens, we zullen eerst even wachten tot Sinterklaas land uit is. Dat duurt nog 2 weken of zo, dacht ik. Sowieso na Sinterklaas. Ik ben niet iemand die voor 5 december mijn kerstboom op gaat zetten. Oh, plassen. Ik zie je zo weer, ik moet even plassen. Tot zo.
Zo mensen, weet je dat je ook heel leuk kan dingen doen met mondkapjes? Dit zijn namelijk de elastiekjes van mondkapjes. Dit vindt hij helemaal leuk. Daar gaat hij helemaal mee spelen. Kijk, en dan ga ik hem zo heel te mee pesten. En dit bedoel ik dus. Ik word hier echt gewoon compleet gek van. Ik ben dus bezig met de edit. Ik continu dit. Why? Waarom? Stop hiermee, dit is niet grappig. Oh. Ik dacht echt even 10 minuten van jongens, ik kan eigenlijk weer editen. En dan begint het dus weer met boren. Het is echt zo kut als editen gewoon. Ja, zijn we klaar? Zo, ik kom lekker vervolgens hier. Ik ga mijn boodschap halen. Dat is het enige wat ik op dit moment kan doen. Het gaat even niet lukken op dit moment. Ben ik bang. Ik kom niet meer op mijn woorden. Ja, ik zie jullie zo weer. Ik ga even boodschap halen, want dit gaat niet werken zo. No, 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 no. Oké, serieus. Ik wil net boodschappen gaan doen. Ik krijg een pushbericht van dit jaar opnieuw landelijk vuurwerkverbod. Wat? Nee! Wat? Hoezo vuurwerkverbod? Het was nog maar 1 jaar. Wat moet ik dan met al die rotjes en vuurpijlen die ik nog heb staan? Ja, dat kun je het volgend jaar gebruiken. Maar het verbod is echt voor 1 jaar. Maar het verbod is echt voor 1 jaar. Maar het verbod is echt voor 1 jaar. Oh nee, zeg niet. Nee, nee, nee. Dit kan niet. Zo kun je niet zijn. Dit kan niet. Je bent niet weer... Oh my god, nee. Dan gaat mijn huiseling. Nee. Voor 2 jaar geen fucking vuurwerk? Wat is dit? Ik had super veel zin in die jaarwisseling, maar really? Geen vuurwerk? Nou ja, weet je, het is niet anders. Kut, dat wel, maar goed. Oh my god, gewoon 2 jaar geen vuurwerk. Hoe dan? Zo, ik ben inmiddels thuis en... Oké, jongens, zoals jullie weten heb ik persoonlijk heel goed contact met Sinterklaas en voornamelijk dan met zijn Pieten. En nu heb ik dus begrepen dat ik dit cadeautje aan Miranda moet geven. Dus Miranda, als je deze vlog ziet, dit Sinterklaas cadeautje, dat komt jouw kant op. Dat moest ik geven namens Sinterklaas en zijn Pieten. Ja, en bij een cadeautje hoort natuurlijk ook een gedicht, maar we gaan het gedicht even een beetje authentiek maken door eventjes de randjes er vanaf te branden. Even kijken hoor. Je aansteken natuurlijk wel doen. Ja, daar komt hij. Kom op, je kunt het. Doe het altijd even, maar het is satisfying om te zien. Nee! Nou, dat wel een beetje vuurwerk. Ja, dit gaat nog wel even duren hoor, ik zie jullie zo weer. Zo, dames en heren. Nou, het gedicht is klaar en ja, jullie zien allemaal van die afgebrande randjes. En dat deed ik vroeger ook altijd met school. Als ik dan zeg maar, zie je dat? Als ik dan zeg maar vroeger een surprise moest maken van school, met Sinterklaas. Dan ging ik altijd van die verbrande randjes gedichten maken. Dat maakt hem net wat authentieker of zo, denk ik. Maar vet, ben heel benieuwd wat Miranda ervan vindt. Ik ga hem meegeven aan de Piet en dan gaat Piet hem binnenkort denk ik afleveren. Dus Miranda, nogmaals, namens Piet, binnenkort komt dit cadeau speciaal voor Sinterklaas naar je toe. Nou goed, dames en heren, dat was het dan weer voor vandaag. Hoop ik heb hier allemaal nog een beetje van genoten. En ja, sorry, maar deze vlog is een beetje, ja, ik ga zo zeggen negatief. Want hè, dat, ik weet niet, het vuurwerkverbod, dat weet je, dat raakt mij gewoon ontzettend. Ja, ik kan net ook niet vaak genoeg zeggen hoeveel ik echt gewoon, vuurwerk is mijn jeugd. Maar ja, dat, hoe dat verder gaat, allemaal met oud en nieuw, dat weet ik op dit moment even nog niet. Dit nieuws moet ik eerst gewoon even rustig laten bezinken. En hoe het verder gaat, jongens, we zien het allemaal wel, weet je. Wat er allemaal dit jaar met oud en nieuw gaat gebeuren, wat gaan we het allemaal meemaken. En zoals altijd, zoals mijn leven altijd een beetje leidt, weet je. Wat voor tegenslagen je soms ook hebt. Ik weet dat heel veel mensen, net als ik, gewoon echt teleurgesteld zijn in dit verbod. Want dit gaat ze ook niet helpen trouwens, want jullie zagen bij de vorige jaarwisseling al zo veel vuurwerk gelukt gegaan. Dat is misschien wat we ook nog wel kunnen gaan doen, een beetje vuurwerk hoppen. Dus we gaan zien. Ik zie in ieder geval jullie weer bij de volgende vlog. Aanstaande woensdag en die wordt super leuk. Die wordt echt leuk. Dus ik zal zeker weten gaan kijken. En ondanks het vuurwerkverbod dat er is,
We gaan er toch iets proberen positiefs op te maken. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet niet positief te blijven. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier ben je het niet gedaan. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie hopelijk bij de volgende vlog. Aanstaande woensdag. Want dan gaat er iets superleuks gebeuren. Dus tot woensdag om 5 uur. En dan zeg ik, zoals altijd en ook vandaag, peace!